Welkom in de Noord-Node-December-video voor de aardetekens. We gaan beginnen met de stier. Dus als je Noord-Node in stier hebt of Noord-Node in tweede huis, dan is dit jouw boodschap. En we gaan opnieuw doen, wat is jouw uitdaging? Of wat ben je onbewust over voor de maand december? Het kan natuurlijk zijn dat dat nu ook al een stuk begint. En gaan we ook kijken van wat is je talent en je kracht. En nog extra advies. Als ik stil ben, dan is dat ook vaak omdat ik luister naar de boodschappen die ik krijg. Of omdat ik een vraag stel en dat ik luister naar het antwoord. Wat krijgen we? Conspiracy met Truth, the value of theory. Maar ligt ondersteboven, dus we gaan zien waarover dat gaat. Conspiracy. Het ziet ook als de colliding van twee elektronen, van twee polen. Hetgeen wat ik voel heeft te maken met, zeker als je een tweelingvlam bent, in hoeverre is het voor jou belangrijk om altijd gelijk te hebben. Om degene te zijn die de waarheid kent. Dat kan voor jou zijn, dat kan ook voor je tweelingvlam zijn. En dat is nog te veel vanuit de logische mind, vanuit theorie, vanuit begrip, vanuit logische verstand. We gaan zien hoe dat verder komt. Dan hebben we spirit messages, observe limitations and illuminate the shadow. Focus on a solution. Het mooie eraan is dat je ziet eigenlijk verschillende oogjes bij wijze van spreken. Maar je ziet ook verschillende dieren. Dus de grootste uitdaging voor jou in december zal zijn van niet te kijken naar de buitenwereld, wanneer je iets wil weten of dat iets waar is of niet. Maar ga naar binnen. Luister naar wat hetgeen is dat je ziel jou vertelt. Wat is hetgeen dat je voelt? En van daaruit kan je dan kijken als er zou moeten een oplossing nodig zijn voor een of andere situatie of een verandering zou moeten gebeuren, om dat daar op die manier te doen. Kijk ook van waar het is dat je het gevoel hebt dat je zelf dat je beperkt wordt door anderen. Door ideeën van de anderen jou misschien hebben opgelegd. En besef dat het geen samenzweringen zijn, maar de uitspeling van light en shadow, van licht en donker, van de dualiteiten. Wauw. Dat is eigenlijk al een heel diepgaande boodschap. Ik hoop dat degene die Noordnode en stier hebben, daar klaar voor zijn. Of Noordnode in het tweede huis. Wat is de talent, of het talent liever, en de kracht om mee met deze uitdaging om te gaan? Laten we zien. Stargate Heart. Heart chakra opening, unlocking, generosity. Angelic frequency. Angels are here, you are safe, potent connection. Dan crown chakra, upgrade, divine connection, holy experiences, miraculous energy. En zie ook weer de, vrede dingen. En zie ook hoe dat weer samenhangt, maar deze lag ondersteboven. En dan hadden we nog de I am presence met light body, activation, accessing the divine within. Soms ben ik zodanig gefocust op de kaarten dat ik vergeet te kijken om dat jullie te kunnen zien. Mijn excuses. Maar dat is wat er gaat gebeuren. Dus naar aanleiding van de uitdaging dat we daarnet over gehad hebben, zal je hart nog verder openen. Niet alleen je hart zal verder openen, maar ook de connectie met jouw team en jouw helderheden, zoals dat we noemen. Dus je helderhoorendheid, helderziendheid, helderweendheid, heldervoelendheid. Want wat is nu? Nu is eigenlijk jouw kroonchakra nog wat te dens. Niet open genoeg. En dat heeft te maken met dus wat zie jij als jouw waarheid? Wat zie jij of laat jij toe om jouw waarheid
om je waarheid te laten bepalen. En hoe meer je dat gaat gaan doen, dus hoe meer je gaat gaan vertrouwen dat je beschermd bent, dat je een volledig gans team om je heen hebt, of als je een tweelingvlam hebt, dat jij en jouw tweelingvlam elk een eigen team hebt, en dat er nog een team is voor je connectie. Waar ga je dan in staat zijn om inderdaad je hart gewoon open te houden en niet constant de neiging te hebben om weer dicht te doen? Want dat gaat ervoor zorgen, als je dat gaat gaan doen, dat je je ware essentie kan gaan laten naar buiten stromen. En dat je ook het goddelijke in, het universele in, waar je mee verbonden bent en die in jou al aanwezig is, kan naar buiten laten stromen en stralen. En dat is jouw kracht, dat is de keuze die je hebt om jezelf meer te openen voor het licht. En op die manier tegelijkertijd ook het schaduwen en het donkere te aanvaarden, te integreren. Of je vanuit het idee rond samenzweringen en dergelijke, je hart volledig af te sluiten. Dat is de keuze die je hebt. Wat is het extra advies? Wanneer deze twee... Oké, daar is het, hoor ik. We hebben een Oracle's Gift en de Birds of a Feather. Dus wanneer dat jij het magische van het leven kan gaan omarmen, dan ga je merken dat je ondersteund bent, dat je niet alleen zit. Dat er nog andere vogels in jouw boom zitten. Dat er nog andere mensen zijn die klaar zijn en die op dezelfde manier denken en leven zoals jij voelt. Die jouw waarheid delen. Dat je zelfs niet moet uitleggen wie dat je bent, of waarom dat je hier bent, of wat dat je te doen hebt. En dat is jouw advies. Zie de magie in alles. Zie de magie in je leven. Verwacht magie en wees open, zodat andere mensen op je pad komen. Andere situaties op je pad komen. Mogelijkheden op je pad komen. Wauw. Mooie boodschap. Ik wens je alvast heel veel succes. En tot in een nieuwe video. Oké, dan is het aan de Noordnodus in Maagd of Noordnodus in Zesde Huis. Dus we gaan kijken van wat is de uitdaging of waar ben je onbewust over? Wat is talent of kracht? En wat is het advies? We hebben hier Justice met Decisions, Evidence, Thinking, Verdict. En die lag ondersteboven, cijfer 11 staat erop. Dus misschien is er ook hier iemand die in een tweelingvlam of zielsconnectie zit. We zien wat er nog meer. Ben je moe? Ben je vermoeid? Oververmoeid, moe van te vechten, moe van tegen de stroom in te gaan. Krijgen we Lead the Way, Light Your Own Path en Hidden Realms, Create Conscious Awareness. Het gevoel en de boodschap dat ik hierbij kreeg, is dat je eigenlijk jouw energie, en dat maakt dat ik ook dat idee en het gevoel had van dat vermoeid zijn, dat je jouw energie, die beperkt is, we krijgen elke dag 100% energie, en hetgeen wat we ermee doen, ja, is onze verantwoordelijkheid. Maar dat je eigenlijk te veel energie en je focus en aandacht legt bij dingen buiten jezelf. Vrienden, de maatschappij, de wereld. Misschien wat er allemaal gebeurt op wereldsvlak op dit moment. Angsten en bezorgdheden daar rond. En dus, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk jouw kracht weggeeft, bij wijze van spreken aan de duivel. Karmische stukken, waar dat eigenlijk... Dat je totaal niet in betrokken bent. Die totaal niet jouw verantwoordelijkheid zijn. En dus neem je zoveel ballast en zoveel rugzakken op jou. Dat je gewoon tot aan je heupen in de modder gezakt bent. Door die zware ballast die je draagt. Terwijl als je al die energie
al die ballast zou loslaten. Wetende dat al de rest die gebeurt in de wereld en al de rest die handelt bij andere mensen gestuurd wordt en aangeleid wordt door een hogere kracht dan jezelf, dan kan je al de energie die je hebt gewoon focussen op jezelf. Dan kan je je eigen pad verlichten. Dan kan je je eigen voelhorens, om het zo uit te drukken, krachtiger maken. Dan kan je ervoor zorgen dat je lichaam een zodanig zuiver kanaal wordt, dat jouw energie, jouw ziel, helemaal kan via je voelhorens doorheen je lichaam gaan stromen. Om op die manier van dienst te zijn aan de aarde. Want zie je zo dat die energieën uitgestraald worden naar verder naar de wereld. En hoe dat die dan uiteindelijk naar de mensen gaan. De mensen die het nodig hebben. Hetgeen dat we van hulp zijn. En ik heb dat bij iemand anders ook verteld. Ik weet niet meer bij wie dat was. Ik dacht dat dat een luchtvideo was. Maar deze ochtend was ik getuige van een ongeval tussen een fietser en een voertuig, een auto. En fysiek gezien kon ik niks doen. Ik ben geen dokter, ik ben geen politie meer. En het heeft geen zin om dan maar 20 auto's te blijven staan totdat de politie er is. Maar wat ik wel gedaan heb, en dat is iets dat al zodanig ingebakken zit in mijn systeem, bij wijze van spreken, is eigenlijk onmiddellijk hulp gestuurd, onmiddellijk hulp gevraagd en onmiddellijk ook de vlammen naar de situatie, naar die personen, naar die fietser gestuurd. Zodanig dat alles op de meest optimale manier kan verlopen. Het is niet aan mij om naar die mensen toe te stappen en om die hun problemen op te lossen. Want de reden dat zij vanochtend betrokken zijn in een ongeval, gaat veel verder dan alleen maar het ongeval. En als je wat eventjes op het pad van bewustzijn in loopt, dan ga je dat ook weten, dan ga je dat ook begrijpen. En dat is hetgeen dat je hier nu te doen hebt. Het is belangrijk om andere keuzes te gaan maken. Als je eenheid in jezelf wilt, als je gerechtigheid wilt creëren in je leven, dan ga je in eerste instantie moeten leren geven aan jezelf. Je kan niet geven aan anderen als je constant moe en uitgeput bent van het leven zelf. Dat gaat gewoon niet. Bin daar, dan dat. Ik heb ook een burn-out, maar niet wat je het wil noemen, gehad. En je kunt niet zorgen voor anderen als je ziek bent. Dat gaat gewoon niet. Wat is jouw talent en kracht om met deze uitdaging om te gaan? Talent en kracht. We krijgen Star Gathering, Star Lines, Remembering Home, Soul Family. Ja, omgeef je met de mensen die voor jou zorgen. En laat anderen ook toe om voor je te zorgen. En dat gaan mensen zijn die dus tot je zielsfamilie behoren. En die je door dik en dun gaan ondersteunen en er gaan zijn voor jou. En dan hebben we nog Sword of Light, Divine Protection, Quartz Cut, Breakthrough Energy. En Soul Star Activation, Fulling Soul Contracts, Remembering Who You Are. Ja. Je hebt genoeg voor anderen gezorgd. Het is nu tijd dat je voor jezelf gaat zorgen. En dat je eigenlijk met het zwart van Michael of het zwart van licht, of maakt niet uit hoe je het noemt, dat je eigenlijk alle koorden, alle energetische verbindingen die gemaakt zijn vanuit afhankelijkheid, en dus die niet de essentie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid in zich hebben, dragen, om die gewoon door te snijden. Je kan dat zelf doen, als je dat weet hoe dat dan moet. Of je kan gewoon vragen aan beste lichtwezens van de eenheid, dank u wel, om alle energetische koorden die niet meer van hoogste goed zijn, om die door te snijden en te transmuteren. En de leegtes die gecreëerd zijn op te vullen met de diamanten energie van de bron. Pardon. En daarbij is het ook mag je eigenlijk ook gewoon onmiddellijk ook hulp vragen om alle angsten die voor jou daarmee gepaard gaan, en misschien ook voor anderen. Want ik moest boeren laten, en boeren is te maken met angsten loslaten. Dan kan je ook onmiddellijk die energie transformeren. Let op, je kunt altijd maar transformeren waar dat mag getransformeerd worden. Wanneer dat bijvoorbeeld nog verder lessen moeten geleerd worden door jou of door iemand anders, dan zal dat niet getransformeerd worden of niet volledig. Wil je daar meer over weten of wil je meer leren werken en dingen voor jezelf gaan transformeren?
dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen, want daarin leer je dus al die dingen, zodat je eigenlijk jouw eigen healer kan worden. Maar weet dus dat doorheen het proces en de uitdagingen die je gehad, dat je sterkste kracht en talent is, dat je herinnert wie jij bent. En dat je weet dat al de dingen en de uitdagingen die je tegenaan gelopen hebt, zelfs ook misschien dat jij het ervaart als een, het is een fout om altijd te veel te geven aan anderen en te veel te zorgen voor anderen. Nee, dat is geen fout, het is een ervaring. En nu kan je anders gaan kiezen. Dat zijn zielscontracten, afspraken dat je gemaakt hebt met die zielen om die dingen te ervaren. Want dat was hetgeen dat je ziel wou ervaren in dit leven. Maar daarom betekent dat niet dat je de rest van je leven daar moet aan blijven vasthouden. Oké, en dan wat is het extra advies? Extra advies voor Noordnode in Maagd of Noordnode Zessenhuis. Hetgeen wat ik hoor is leer vertrouwen en comfort en veiligheid vinden in het zijn van wie dat je bent, in het zijn van jezelf. Andere kaarten, dan gaan we dat doen. Oké, voor jullie moet ik dus andere kaarten gebruiken. Dus het advies voor. Oepla! Oké. Ja. Jullie advies. Zie alles als een nieuw begin. Kijk, ik zie ook weer de terugkering van dezelfde kleuren. Dus werk met de paars gouden vlam en met de violette vlam. Je kan ook met aartsengel Samuel samenwerken en onthoud dat alles, elke dag heb je een nieuw begin. We hebben dan ook nog aartsengel Sandel vol met intention, met de heel oranje vlam. Aartsengel Uriel met vriendschappen. En dat is geen wat ik nog net zei. Wanneer je ruimte maakt, ga je merken dat die zielsfamilie op je pad komt. Dat is ook meer de roze vlam. En dan hebben we er nog twee met dezelfde kleur, dezelfde vlammen met aartsengel Jofiel. Jofiel is eigenlijk ook de engel die verbonden is met gedachten, met de mind, met de positiviteit, met lichtheid. En dan krijgen we dan geluk en liberation, dus vrijheid. En misschien dat de dolfijn en de adelaar tekenen voor jullie zijn als herinnering telkens. Wanneer je dat dus ziet, wanneer je een dolfijn of een adelaar, en of een adelaar ziet, dat dat voor jou een herinnering is van oké, ik moet focussen op mijn joy en op mijn liberation, dus op mijn vrijheid en op mijn plezier. En dat gaat ervoor zorgen, want het is via jouw intentie dat je dingen manifesteert. Dat is ook de dingen dat ik leer en al de cursussen en de trajecten dat ik aanbied om vanuit jouw eigen energie, vanuit je eigen healing, in eerste instantie je eigen healing zelf in handen te nemen, verantwoordelijk daarvoor te worden en dus niet constant maar te blijven vertrouwen op healers en reiki masters en osteopaten en kinesisten en wat dan ook allemaal, maar dus die healing voor een stuk op jezelf opnemen. Zie het als een nieuw begin. Zet de intentie waar je wil heen gaan en focus onderweg telkens op wat brengt er mij plezier en wat brengt me dichter bij die vrijheid. En die vriendschappen, die nieuwe relaties, die nieuwe zielsrelaties, die gaan sowieso op je pad komen. Ik wens je vast heel veel succes en misschien tot binnenkort in een of ander traject of cursus. Oké, en dan als laatste hebben we de steenbok. Dus als jij jouw noordnode in steenbok hebt, of in tienste huis, tiende huis, tienste, huis tien, dan is dit jouw boodschap. We gaan kijken van wat is de uitdaging, of waar ben je misschien al bewust over voor de maand december? Oeh, wauw. We krijgen namelijk de Empress, met development, growth, abundance, productivity. Met
De chariot, drive, determination, ambition en emotional control, dus ondersteboven. Dus waarschijnlijk is dat vooral de uitdaging. En we krijgen nog ondersteboven karma, domino effects. Ja, oké. Dus wat ga je zien in december? Dat karma eigenlijk zijn rol heeft gehad. Je hebt de karma die er was, heb je uitgespeeld, heb je uitgewerkt, heb je lessen geleerd. En nu mag je meer gaan focussen op die, om vanuit je empress-energie je leven verder te gaan vormgeven. Dus dat ook daar succesvol is. En niet de fouten maken dat je iedere keer terug denkt van, oh nee, het gaat weer iets zijn, of het gaat weer... En ik herken dat ook in mezelf. Als je zo lang altijd maar altijd hetzelfde hebt ervaren en iedere keer weer een nieuwe uitdaging en een nieuwe uitdaging en een nieuw probleem en dan heb je op een duur zoiets van, ah, ik ben gewoon zo moe. Ik wil gewoon dat het allemaal stopt. Wel, dit mag je van overtuigd zijn dat je in december meer en meer gaat zien dat je inderdaad in die Empress en die volledig geheelde mannelijke energie gaat gaan kunnen stappen. Dat je leven op die manier gaat kunnen vormgeven. En vooral dat de vruchten van je manifestaties zich onmiddellijk gaan tonen. Maar dan zien we ook Love and Light Act with Care and Living Light Energy met See the Beauty in Life. Dus dat is ook een bevestiging van wat ik daarnet gezegd heb. Van focus gewoon met al je volledige energie. Hou je visie via je derde oog, je visualisaties, wat dan ook is. Je emoties, je volledige energie afgestemd op liefde en licht. En ook al zie je nog donkere dingen, ook al zie je nog schaduwen, ook al merk je in jezelf plots gedachten op rond van oh nee, als dit maar goed gaat, of wat dat ook is dat je denkt, blijf je visie houden. En dan ga je merken dat die posttraumatische reactie van oh nee, het hopen dat het weer... niet die verkeerd gaat, of dat we niet weer, of dat ik niet weer gekwetst word, of wat dat ook maar is, dat je die meer en meer kan loslaten. Dat je die meer en meer eigenlijk uit je lichaam kan volledig loslaten. En hetgeen wat ze mij laat aan denken, is dat eigenlijk een van de functies is van sacred sex, omdat wanneer je samenkomt met een andere geheelde ziel, en dat moet nog niet volledig geheeld zijn natuurlijk, want het is een ongoing process. Maar het moment dat je dan intiem bent en je krijgt orgasmes, dan ga je merken dat het fysieke lichaam begint te schudden. En het is in dat schudden dat er hele diepe transformaties en hele diepe healingsprocessen gaande zijn. Omdat je fysieke lichaam letterlijk de codes van die oude ervaringen los kan laten. En meer liefde en licht en hogere energie kan ankeren. Blijkbaar dat één of meerdere van jullie die boodschap nodig had... De talent en kracht om met deze uitdaging om te gaan. Geloof me, er zijn mensen die een hele zwaardere uitdaging gaan krijgen dan jullie. En ik snap het dus niet. Ik wil jullie proces en jullie groei niet onderschatten en niet tenieten. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je bewust bent van waar je staat ten opzichte van het collectief. Dus... geef jezelf een schouderklopje en wees niet zo streng voor jezelf. Wat krijgen we? De Temple of Truth, Throat Chakra, Authenticity, Self-Expression. Ja, dus hoe meer je in die Empress-energie gaat zitten, hoe meer je ook vanuit die energie jezelf kan gaan uitdrukken. En we krijgen ook Higher Heart Activation, Dropping Shield, Divine Love, Your Heart is Healed. Ja, een Empress die houdt haar hart open, die heeft hele strikte grenzen, maar die... beperkt ook niet in het geven. Omdat die heel veel stukken rond tekort scheidings... ja, ik zou bijna zeggen scheidingsangsten, maar het gaat eigenlijk over een bewustzijn van scheiding. Die heeft ze al achter zich gelaten. En dus zit veel meer vanuit dat eenheidsbewustzijn en die diamanten energie, dat ze alles doet en beslist in haar leven. Dus, en dat is het punt waarop dat we uiteindelijk dan ook leiders worden voor anderen, waarop dat we leraar worden voor anderen, wanneer dat we de waarheid en de authenticiteit dat we zijn, onze eigen essentie, zodanig geheeld hebben,
dat we inderdaad een zuiver kanaal kunnen zijn voor die onvoorwaardelijke liefde en eenheid, dat we van daaruit terug kunnen spiegelen en tonen aan mensen van kijk, dat is de overtuiging waardoor jij je vastzet, dat is de overtuiging waardoor jij je saboteert, dat is de reden waarom dat je altijd dezelfde partners aantrekt, dat is de reden waarom dat je nou worstelt met dit of met dat. Dus dat is jouw kracht. Ik gooi al met de kaarten. En dan, wat is het extra advies? Wat is het extra advies? En er komt er al één uit. Dat is smoke and mirrors. Ja, dat is wat ik daarnet ook zei. Kijk eerst in jouw eigen spiegel. En dan word jij automatisch een spiegel voor anderen. Dus zorg dat je de verschillende dingen van je aflaat, loslaat. Kijk beyond the ordinary. Dus kijk voorbij wat dat zichtbaar is. Wees de spiegel voor anderen om voorbij de 3D te kunnen kijken. Dus doordat jij hier als een empress, als een hogere entiteit, een hogere energie in een fysiek mensenlichaam bent, dan word jij een fysiek bewijs voor de mensen die dat nog niet kunnen op zichzelf alleen kunnen, die nog niet zo ver staan waar jij staat op je bewustwording. Dan word jij gewoon die brug ook, zodanig dat zij via jouw leven, via jouw fysieke ervaringen, hoe dat jij het toont. Dat zij ook kunnen zien van, ah ja, het is inderdaad mogelijk. Ah ja. En dat is eigenlijk de grootste manier waarop dat we ons leven en de wereld vormgeven en veranderen. En dat is hier ook een extra bevestiging van shining through. Schijn, laat je essentie, laat die diamantenergie gewoon door jou heen stralen naar anderen. Wat dat ze ermee doen, is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij hoeft alleen jouw leven te leiden. En de anderen zullen wel zien en zullen de schaduwen dat ze nog hebben, zullen sowieso door jouw licht belicht worden. En als dat maakt dat zij daardoor beslissen om weg te lopen of er niets mee te doen, dan is dat niet jouw verantwoordelijkheid. Want jij hebt gedaan wat je hier moest doen. Jouw leven leiden. Een kanaal zijn voor anderen om aan te haken aan de energie van de oplossing. Om aan te haken aan de energie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Wat dat zij ermee doen, is niet voor jou. Wauw. Mooie boodschap. Ik wens jou vast een heel fijne maand. Ik ben 100% van overtuigd dat jullie dat super goed gaan doen. Mocht je toch, niettegenstaande, jouw kracht en de healing die je al gedaan hebt, toch nog advies en hulp nodig hebben, dan weet je mij altijd te vinden. En ik spreek je in de volgende video. Dag!